Het was verdomd gezellig, dat weet ik wel. Dat is 39, zit je over de 4000. Ik leg er nog 280 euro naar bij, dat is gepind. 4030 euro alvast. Wij willen volgende week zaterdag 13 augustus weer een actie op touw zetten in alle dorpskernen. Om daar plantjes te verkopen in dit geval. Vorige keer hebben ze weggegeven voor het goede doel. En nu willen ze verkopen. En het verkopen uiteraard de opbrengst voor het goede doel van Right Friends. En met de bedoeling dat de plantjes die gekocht worden ook nog een extra attentie krijgen. Doordat je de plantjes brengt bij de mensen die ook een strijd voeren. Dus de mensen die ziek zijn, eenzaam zijn, verdrietig zijn. Die hun strijd wel een steuntje kunnen gebruiken. Nou, ik nog even een vraag, want jij bent alleen. Wie gaan dat allemaal bij mensen? Nou, daar moeten we uiteraard een aantal mensen voor hebben. We hebben een aantal vrijwilligers als binnen KP Holland en binnen Kennissenkring. We kunnen uiteraard nog veel meer mensen gebruiken. Dus zijn er mensen die zich willen inzetten ervoor, met name in hun eigen dorpskern, heb ik dat het liefste. Want dat is het makkelijkste te organiseren. Andere kant hebben we ook, wij stellen een aantal planten en plantjes, veel plantjes ter beschikking. Ook snijbloemen. Kijk, hoe meer hoe beter. Dus als andere mensen ook zeggen, wij willen graag ook wat bijdragen in stoffelijke zin met plantjes of bloemen, dan graag. Ik heb ook begrepen dat je, want we hebben het wel eens over de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wordt veel op jeugd afgegeven. Ze deugen niet, ze zuipen te veel, ze zitten in hokken. Maar jij wil ook wat met jeugd gaan doen. Ja, ik heb de vraag ook bij een aantal hokken neergelegd. Mijn oudste zoon zit ook in een hok. Ik heb ook gevraagd, van, joh, willen jullie dat niet doen? En mijn dochter. En die hebben allebei toegezegd van nee, wij willen ook met een aantal jongeren ook daar ons voor inzetten. En de precieze aantallen en welke mensen gaan we nog invullen. Geweldig. Pech, kun je even aangeven in welke kernen jullie te vinden zijn op 13 augustus? Nou, in principe in zoveel mogelijk kernen, afhankelijk van het aantal mensen en afhankelijk van het aantal materiaal wat we te verkopen hebben. Maar ik denk toch minstens aan een stuk of vijf. Zeg maar Wateringen, Naaldwijk, misschien Kunstheul, bij Waterpop willen we gaan staan. De Lier uiteraard ook. Alles wat, waar we een goede plek kunnen verzinnen en waar mensen zijn die dit willen verkopen. En mensen die het willen kopen uiteraard. Geweldig. En van hoe laat tot hoe laat gaan we jullie in die dorpskernen vinden? Nou, we beginnen dan om vanaf 9 uur. En dan zal het lopen tot, ik denk tot in vroeg in de middag. Want dan als het goed is, als de actie goed loopt, zijn de plantjes ook verkocht dan. Nou, Westland, het is duidelijk een oproep.
We staan er met z'n allen achter natuurlijk, achter Pech en zijn vrienden, de jeugd van het Westland. Die gaan planten verkopen, laat ze niet in de steek. 13 augustus vanaf 9 uur in elke dorpskern. Pech, hartstikke veel succes. Dankjewel. Gaat er weer. Gaat goed, Kie. Geweldig. Ja, maar een beetje door, jongens. We gaan veel te hard voor die Peugeot, joh. Dat is wandel. We zijn bij een oude bekende, bij Gerrit Riesebos. Ja, Gerrit, het gaat prima. We waren een dikke maand geleden waren we bij me, bij je, en toen heb jij een partij kleurplaten gemaakt. Hoeveel waren dat er? 10.000. Dat waren er 10.000. Gerrit, nee, we zijn ze nog niet allemaal kwijt. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren. Ja, ik ben bang voor wel, ja. Wie hebben er nog geen kleurplaten dan nu? Ja, nou ja, weet je, ze zijn in alle dorpen, er is een voorverkoopadres. Dus ja, in principe moeten kinderen die van vakantie terug zijn, die kunnen nou nog een kleurplaat gaan halen. Staat in beeld waar ze dat kunnen doen in de diverse dorpen. Maar dan, Gerrit, want ik heb ook een aantal hele mooie gezien. Wat gaan we daarmee doen? Die gingen ophangen, hadden we al gesproken, hè? Voor, even uit mijn hoofd hoor, 12 augustus moeten ze hangen. Uiterlijk 12 augustus? Vind ik wel. En wat gaat er dan gebeuren? Dat is een goeie. Ga jij rondfietsen, geloof ik. Dan ga ik niet rondfietsen, dan komt Ricardo van der Ende. Ja. En die gaat niet kijken naar de mooiste. Want ja, dat is geen doen natuurlijk, dan zou die overal moeten stoppen. Maar daar waar een kleurplaat hangt, daar kan het zijn dat die stopt. En dat die zegt van, joh, wat leuk, jij mag bij mij komen karten. Dat is niet verkeerd. Kan ik hem ook ophangen? Gerrit, jij kan hem ook ophangen, want ook volwassen mensen kunnen meedoen. Ricardo heeft namelijk ook een arrangement gemaakt voor volwassen kinderen. Zeker. Die kunnen s'avonds komen karten, die krijgen nog een appie eten erbij en dan maken ze s'avonds een toertje. En er zijn natuurlijk ook hele kleine kinderen die niet in die kart passen. Dat geeft niks, hij heeft een duo-kart. Die gaan gewoon gezellig naast hem zitten en die gaan met de kampioen van Nederland gaan die een extra rondje maken. Dat is niet verkeerd. Dat is helemaal niet. Hey jongens, denk erom. Even ophangen allemaal de dingen. Voor 12 augustus moet die hangen. Bij de voordeur, naast de voordeur, aan het raam, bovenin de flat. Maakt niet uit. Ophangen dat ding. Gerrit, ik had het niet beter gekund. Hartstikke bedankt. De aardbeienvlegeltaart. Ja. Deze week maken we de aardbeienvlegeltaart. Een heerlijke vlegel. Een heerlijke sandwich met gele room en spice. Afgemaakt met heerlijke verse aardbeien. En met slagroom, ja, wie vindt het nou niet lekker? Hij ziet eruit om aardbeien, slagroom, altijd goed. En Westlandse bakkers, supporters van de Ride Friends. Ja, mooier kan ik het niet. Dat dacht ik ook. Nou, dankjewel en succes. Nou, hartelijk dank. Jullie ook. Ga je hem nou meenemen? En ik ga hem jou geven. Daar hoopte ik al een beetje op. Ja, nee, je krijgt hem van mij. Dankjewel. Eet smakelijk. Ja, lukt wel.